Een verdrievoudiging van overlast door mensen met verward gedrag. Burgemeester Bruls van Nijmegen vindt het tijd voor een debat over waar en of deze mensen in een wijk moeten wonen. Oogsten als je gewas nog niet zo ver is, dat is natuurlijk tegenstrijdig. En boeren willen daarom af van de regels die hen daartoe dwingen. Ja, dat is gewoon pure voedselverspilling. En de kilo's die ben je ook kwijt. Kosten boeren een hoop geld en heel veel frustratie. En Gelderland telt zo'n 17.000 monumenten. Maar wie moeten die monumenten onderhouden? Want personeel is nauwelijks te vinden. Nou ja, een tekort wat al jarenlang opgebouwd is, dat los je natuurlijk niet zomaar even op. Goedenavond. De overlast door mensen met verward gedrag neemt toe. Het aantal overlastmeldingen in Gelderland is in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. Alleen al in Nijmegen krijgt de politie 6 meldingen van dergelijke overlast per dag. Burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen vindt daarom dat het debat gevoerd moet worden over waar en of verwarde personen in de wijk moeten wonen. Voor naast de buren is dat verwarde gedrag vervelend en soms ook behoorlijk bedreigend. 2 jaar geleden richt een man een enorme ravage aan in de Nijmeegse wijk Lindeholt door een gasexplosie te veroorzaken. Buurtbewoners hadden al eerder aan de bel getrokken over het verwarde gedrag van de man. Burgemeester Bruls van Nijmegen zit in dit soort gevallen vaak in een spagaat tussen willen en kunnen ingrijpen. Het recht op wonen is terecht heel erg stevig verankerd. Met andere woorden, de overlast moet ook fors oplopen voordat je echt kunt ingrijpen. De politie moet steeds vaker ingrijpen in bedreigende situaties die worden veroorzaakt door verwarde personen. Het zijn patiënten. Ze zijn eigenlijk niet voor ons. En ze horen ook niet in de politiecel, horen ze niet thuis. Voor omwonenden duurt de overlast soms maanden of zelfs jaren. We hebben inderdaad begrepen dat ontlasting naast het toilet ligt en de maden er doorheen kruipen. Niemand kan zich inbeelden om zo te moeten leven. Dat het echt... echt te smerig voor woorden is. Burgemeester Bruls pleit er daarom ook voor om de zorg voor mensen met verward gedrag ter discussie te stellen. Ik denk dat je ook debat moet willen aangaan of dat alles inzetten op ambulante zorg, dus iedereen uit de huizen plaatsen, of dat wel de wenselijke richting is. Soms is het dan een betere oplossing om mensen toch bijvoorbeeld samen in een tehuis met goede zorg te laten leven. Vanavond in het programma In het Vizier van de Jager uitgebreid aandacht voor de problemen met verwarde mensen als buren. Gewassen oogsten voor een vaste datum. Kalenderlandbouw heet dat. LTO Nederland wil er vanaf. Zij zeggen dat gewassen heel vaak op die verplichte datum nog niet rijp genoeg zijn. En daarom dienen ze in Den Haag een petitie in. Ook deze akkerbouwer in Elst komt hierdoor in de problemen. Zoals dit jaar lijkt het gewoon dat dat niet gaat, omdat alles is een maand later bijna, door de natte voorjaar. Jan is een van de duizenden boeren die tegen de kalenderlandbouwregels is van de overheid, omdat het volgens hem niet werkt. Ja, je gaat geen onrijpe gewassen oosten. Ja, dat is gewoon pure voedselverspilling. En de kilo's, die ben je ook kwijt. Kosten boeren een hoop geld en heel veel frustratie. Zo moet volgens het Rijk het liefst voor 1 oktober bijvoorbeeld de aardappelen geoogst worden om zo ruimte te maken voor de groei van planten die stikstof opnemen. Ja, dan moeten de gewassen van het land af, zoals aardappelen en mais. En dan moeten vanggewassen ingezaaid worden die stikstof opnemen. Maar een onrijp gewas neemt ook voedingsstoffen op en stikstof. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat de regeling komt door afspraken met Europa om de kwaliteit van ons water te verbeteren. De regel is nu het gewas voor 1 oktober van het land en dan planten die stikstof opnemen inzaaien. Doe je dat niet voor 1 oktober, dan mag je dus minder bemesten. 5000 handtekeningen worden nu aangeboden aan het ministerie. En de akkerbouwers hopen dat de regeling wordt aangepast. Ja, dat gewoon praktisch nagekeken wordt. Bij wijze van spreken binnen een paar dagen wat haalbaar is, dan een vanggewas inzaaien. Maar het hoofdgewas dat er op tijd dat er gewoon volgroeid kan worden. Want anders, ja, in het buitenland lach je ze gewoon uit. Honderden kinderen in Arnhem zitten de komende weken zonder hun vertrouwde zwemwater. Dat is een van de gevolgen van de brand gisteren in revalidatiecentrum Klimmendaal. Zwemschool De Vin zegt nu voor zeker 300 kinderen nieuw zwemwater te zoeken om toch zwemles te kunnen geven. Daarnaast is de polykliniek op het revalidatiecentrum gesloten en moeten sommige kinderen ook worden overgeplaatst. Bij revalidatiecentrum Klimmendaal ontstond gisteren een brand op de derde verdieping, vermoedelijk ontstaan in de technische ruimte.
En dat zorgde ervoor dat er zeker 100 personen werden verplaatst. Inmiddels is er een crisisteam opgericht dat zich bezighoudt met de opvang van de patiënten. De polykliniek is vandaag en morgen zeker nog gesloten. Waar en wanneer patiënten weer terecht kunnen, wordt de komende dagen bekeken. Gelderland telt op dit moment 17.000 monumentale gebouwen en er komen dagelijks nieuwe monumenten bij. Om deze monumenten te behouden is het van belang dat ze op de juiste manier worden gerestaureerd. Maar door een aantal knelpunten in de branche heerst al jaren een tekort aan restaurateurs. En dat is volgens Jan Gersen niet zomaar verdwenen. Maar ja, een tekort wat al jarenlang opgebouwd is, dat los je natuurlijk niet zomaar even op. Want je wordt een goede restaurateur door jarenlang ervaring en ook door goed geschoold opgeleid te worden. En dat duurt gewoon een aantal jaren. Daarnaast moet ook praktijkervaring worden opgedaan. Maar hier is niet altijd tijd en ruimte voor. We merken dat een aantal aannemers ook zegt van ja, ik kan wel nieuwe mensen gebruiken, maar ik kan ze niet begeleiden. Tjebbe heeft wel een geschikte leermeester gevonden en werkt nu met veel plezier in dit vakgebied. Alles met de hand, zo weinig mogelijk met machines doen, vind ik het mooiste wat er is. Het is wel een eer om te zeggen, ja, ik heb hier aan gewerkt, ik heb het opgeknapt. Had hier klaargestaan hoe mooi het is geworden, je ziet zeggen, we hebben het met z'n allen gedaan. Dan kijk ik wel met een trots gevoel erop terug. Volgens Jan is er dan ook geen gebrek aan animo. Maar is het financieel niet voor iedereen haalbaar om dit pad in te slaan? We hebben te maken op dit moment met veel zij-instromers. Mensen komen uit goed betaalde beroepen, moeten toch eerst wel een half jaar tot een jaar investeren voordat ze bepaalde vaardigheden hebben. Dat betekent vaak dat ze een periode geen salaris hebben. We hadden dit jaar zo'n 60 belangstellenden die het vak wel in wilden, waarvan er zich nu denk ik 15 aanmelden. En de rest haakt hoofdzakelijk af vanwege die loonkloof. Dus daar zou wat voor gevonden moeten worden. Straks in deze uitzending, het was zo'n mooi verhaal, dat van die prehistorische vuistbijlen. Maar het echte verhaal in Ermelo kan maar zo iets anders liggen. Het kan ook heel erg anders vandaan komen uit Indonesië misschien zelfs. Het orgel in de Arnhemse Eusebiuskerk is dringend aan een opknapbeurt toe. Dat komt door een zware regenbui in 2021. Het stelsel van pijpen, dat enorm is, heeft schade opgelopen doordat er water naar binnen stroomde. Morgen begint de renovatie. Alles moet eruit, ja. En dan moeten we op de werkplaats moeten we natuurlijk alles herstellen. Er moeten ook een paar dingen aangepast worden, gewijzigd worden. En dan op een gegeven moment komt het instrument weer terug hierheen. En dan gaat hij aan de buitenkant ook helemaal in de stijgers. Want dan pakken we deze pijpen die hier staan, die pakken we ook allemaal aan. De vorige keer dat het orgel zwaar beschadigd raakte, was door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als je op leeftijd bent of minder goed op been, dan is een wandelvierdaagse een hele opgave. En toch wordt het in Nijmegen al een kleine 50 jaar gedaan. De afstand van 3 kilometer klinkt misschien niet ver, maar voor deze doelgroep is het een uitdaging. Een reden om de deur uit te gaan en jezelf uit te dagen en te motiveren. Deelnemers in een rolstoel moeten wel zelf begeleiding regelen om deel te nemen. Op de Barneveldse straat in Scherpenzeel is vanmiddag een 41-jarige motorrijder uit Veenendaal om het leven gekomen bij een ongeluk. Dat meldt de politie. De motorrijder kwam hier in botsing met een vrachtwagen. De politie kwam ter plaatse en sloot de weg direct af en plaatste schermen rondom de plek van het ongeluk. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. In Nijmegen lopen ze hem op wandelschoenen. In Drenthe rijden ze de vierdaagse op de fiets. En in Epe zitten ze op het paard. Voor de 28e keer wordt dit jaar de Epe paardenvierdaagse gereden. Een kleine 500 deelnemers uit heel het land zijn met hun paarden naar het Veluwse dorp gekomen voor dat evenement. Epe is daarmee even paardenhoofdstad van Nederland. Ik kan me voorstellen dat je dat denkt van, die zit lekker. Dat is ook zo. Een man is in die zin beslist minder inspannend dan wat er in Nijmegen moet gebeuren. Maar alles eromheen met de paarden, reken maar dat je inspanning moet leveren hoor. En Esther Bakker met haar pony Spot kan het weten, want zij hebben alle 28 edities van de Epe Paarden Vierdaagse meegedaan. Jaren geleden is het ooit begonnen als een clubje van 20 ruiters. En die zijn door de bossen gereden en van lieverlee werd er steeds meer. Nou, tot het, zoals het nu is, ongeveer het grootste recreatieve paardenevenement van Nederland. Met dit jaar 475 deelnemers.
Maar waar laat je 4 dagen lang al die deelnemers en dan vooral hun paarden? Wel, op Manege de Veenhoven bijvoorbeeld. Hier is voor het evenement een heuse paardencamping uit de grond gestampt. De camping wordt gerund door Estelle ten Hoven en Fenna van der Steen. Ja, het is gezelligheid vooral. Je merkt dat mensen heel erg ontspannen zijn. Hè, dat ze er ook heel veel zin in hebben. Er hangt een ontzettend leuke en fijne sfeer. Ze komen uit het hele land, hè? Het hele Benelux. Het mooie vind ik ook als je hier rondrijdt, ook als niet-paardenliefhebber, is dit zo leuk om te zien. Zeker. Ja, ik had het nog nooit beleefd. Dus dacht, dat moet ik een keer meemaken. Die hoed hoort erbij. Nou, die hoed is eigenlijk vooral heel makkelijk voor de zon. Maar die, ja, die hoort hier ook wel een beetje bij voor mij. Ja. Vuistbijlen uit de steentijd in Ermelo hebben ze die gevonden. Tenminste, dat denken ze. Een vrouw brengt ze naar de kringloop en weet niet dat het misschien wel een historische schat is. Kijk, we krijgen wel eens wat andere dingen binnen die bijzonder zijn. Maar dit is natuurlijk van, dit vind je nooit. Ja, er kunnen verschillende verhalen achter zitten. Hè. Het kan in Nederland gevonden zijn. En in Ermelo wordt volop dit soort dingen gevonden. Bijlen uit de steentijd. Maar het kan ook heel erg anders vandaan komen uit Indonesië misschien zelfs. Een van mijn collega's die zei gelijk al, dit zijn oude bijltjes. Deze bijl is gevonden, zeg maar. Hè. Die bijl is nu aangebracht. En deze is eigenlijk al veel eerder in ons museum beland. En zoals je ziet, ja, heel veel verschillen zitten er niet in qua grootte. Het enige verschil wat je goed kunt zien is op een gegeven moment het steensoort. Het blijft natuurlijk een spannende vondst. En het allerleukste vind ik dat iemand zeg maar, bedenkt van, goh, we moeten het museum gaan bellen. Van, joh, kunnen jullie ons er iets meer over vertellen? Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Of deze vondst werkelijk duizenden jaren oud is, dat is nog maar de vraag. In ieder geval is hij interessant genoeg voor verder onderzoek. Nou ja, aanstaande zaterdag hebben we toevallig een archeologiedag. In heel Nederland zijn er de komende weken archeologiedagen. Dus zowel aankomend weekend, maar ook het weekend erop. En dan kunnen mensen hun vondsten laten zien. En aan de hand van wat mensen laten zien, kunnen archeologen dan roepen, het is dit of het is dat. En het komt daar vandaan. En dat is de waarde. Hè? Dus wat het verhaal erachter zit. Ja. Niet zozeer die bijl zelf. Want dit gebeurt vaker, hoor ik aan u. Nou, wel, maar niet zo bijzonder als dit. Dit is wel echt heel bijzonder. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En straks na het nieuws krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond. Er was weer een prachtige zonsopkomst zichtbaar vandaag. Luchtvochtigheid was hoog genoeg om op het windscherm voor het kinderzitje nog een zonnetje te kunnen tekenen. En dat zonnetje bleef er de hele dag en dat windscherm was ook wel aangenaam. Want we hadden met een matige noordoostenwind te maken, windkracht 3 of 4. En die was vooral in de open gebieden echt wel goed voelbaar. Maar voor vliegeren waren die condities natuurlijk ideaal. Die wind uit het noordoosten hebben we de komende tijd ook nog eventjes mee te maken. Maar die wind gaat geleidelijk wel wat meer uit een oostelijke richting komen. En we zien uit het oosten ook wat meer bewolking onze kant op komen. En morgen kan dat heel lokaal ook nog een enkele bui opleveren. Maar de onderste laag van de atmosfeer is heel erg droog. Dus die neerslag zal onderweg naar de grond grotendeels verdampen. Dus het zal niet tot hoofdbuien komen. Maar heel misschien aan het einde van de dag toch lokaal wel een spatje regen mogelijk. Vanavond gaan we al merken dat vanuit het oosten die bewolking geleidelijk wat dikker wordt. Dat we een beetje een waterig zonnetje nog te zien krijgen voordat de zon ondergaat. Nog steeds die noordoostenwind. Temperatuur vanavond tussen 17 en nog net 20 graden. Vannacht een combinatie tussen opklaringen en wolkenvelden. Die bewolking blijft nog steeds uit het oosten over onze provincie heen trekken. En de minimumtemperatuur ligt op het koudste moment van de nacht dan rond of net iets onder 10 graden. En aan de wind komt vrijwel geen verandering. Morgen hebben we in vergelijking met vandaag dan een iets bewolkter weerbeeld. Helemaal aan het einde van de dag, misschien in de Achterhoek, dus een kans op een spatje regen. En die bewolking zorgt er ook voor dat de temperatuur een beetje gedrukt wordt. Zo'n 21 graden langs het Veluwemeer, op delen van de Veluwe en in het zuidoosten van Gelderland. In de Achterhoek, in Winterswijk en Lichtenvoorde nog 23 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur verder oplopen. Woensdag vormt dan nog een klein dipje. Maar vanaf donderdag gaan we boven die zomerse 25 graden uitkomen. En in het weekend kan het zelfs 30 graden gaan worden.